Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken. Ik ben vandaag in de jaarbeurs Utrecht. Ik ben op weg naar de 50PLUS beurs. Maar aangezien ik zelf nog geen 50 ben, heb ik een 50-plusser meegenomen. Tadaa! Mijn moeder. Via hal 8 zijn we eerst op het hele vakantiestukje verschenen. Dus ik zie overal links en rechts van mij vakantie-ideeën. Dat is inderdaad heel prettig. De rug wordt op dit moment gepasseerd door een massagekussen. Ah, ik neem hem mee naar huis. Oeh, een stand die ik leuk vind. Tassen! En een handig tasje. Achter me horen jullie hele mooie pianomuziek. En het is onze eigen Cor Bakker. Samen met degene die dat willen pianolessen doet. En die gaat dan samen met je spelen. Ik loop nu in de hal waar allerlei gezondheidsstands zijn. Daar zal ik zo meteen mijn leven, mijn gezondheid natuurlijk ook bij zien staan. En daar gaan we even lekker een glaasje Jurand scoren. Zo, even uitrusten. Het is dat ik mijn zwemkleding niet bij me heb, anders was ik heerlijk dit bubbelbadje ingegaan. Ik ben inmiddels bij de laatste stand aangekomen. Ik bewaar het leukste voor het laatst. Mijn leven, mijn gezondheid. Pers glaasje Jurand. Van Scarlett. Beter dan dat wordt het gewoon niet, toch? Ik sta bijna op het punt om naar huis te gaan nu. Ik heb lekker een glaasje de rans gehad hierbij in mijn leven, mijn gezondheid stand. Conclusie. Een dagje 50PLUS beurs is goed te doen. Ook voor mensen onder de 50 is het genoeg te beleven. Neem lekker wat te drinken mee en rust tussendoor ook een beetje uit. Want zelfs voor mij als 34-jarige is één zo'n dagje rondlopen best heftig.